Hey, welkom bij een volgende video. Ik ga deze puzzel op een gegeven moment inlijsten. Biljarten, shooting pool van Jan van Haasteren. 1000 stukjes, 68 bij 49. En ik heb daarvoor een IKEA fotolijst, oftewel een IKEA puzzellijst, gekocht. 7,99, november 2021. Je ziet, het is de Fiskbo 50 bij 70. En in de vorige video heb je kunnen zien dat ik hem heb uitgepakt. Nu ga ik hem helemaal klaarmaken. En dat wil zeggen dat ik dit ding weg ga halen en even kijken wat er nog meer moet gebeuren. Even neerleggen. En zoals je ziet, hier zitten allemaal van die ijzeren pinnetjes. En daar moet je best wat sterke vingers voor hebben, of nagels soms, om die los te halen. Ik ga hem loshalen en dan gaan we kijken wat ik nog moet doen om hem helemaal uit elkaar te halen. Zodat straks de puzzel erin kan. Die pinnetjes omhoog ziet, doet mij ook eventjes pijn. Dat gaat best nog lastig soms. Je kunt natuurlijk ook een schroevendraaier of een mesje er even pakken, hè, om dat te doen. Dan buig je ze helemaal makkelijk om. Ik doe het nu met mijn vingers en dat kan soms wel een beetje pijnlijk zijn. Maar goed, eens eventjes kijken de achterkant. Dit is echt zacht karton, of hard karton, laat ik het zo zeggen, maar wel buigzaam. Het zijn natuurlijk de bevestigingspunten. Hè. Je kunt hem horizontaal of verticale puzzel ophangen. En eens even kijken, wat zien we hier? Hier zie je een handleiding. Ik zie dus dat ik blijkbaar nog van de plastic plaat die ervoor zit iets een beschermlaagje af moet halen. En dat is stap 2. En vervolgens kan ik de puzzel erin doen. De puzzel dat ik die erin doe, ga ik een andere video laten zien. Hey, er zitten twee bladen in. Nou, je ziet dit blad, kan ik er gewoon uithalen. Er zitten twee in. Ik weet eigenlijk, dat is denk ik een foutje van de IKEA. Deze gaat er ook eventjes uit. En dit is dan de plastic plaat die ervoor zit. Je ziet, hij is nu nog mat. En je ziet hier ook twee zwarte dingetjes nog. Dus dat zit op dat plastic. Kijk, en hier zit al een beginnetje. Kijk eens, deze moet je eraf halen. En dan wordt hij wel heel mooi en meer doorzichtig. Het is natuurlijk geen glasplaat, hè? Ja, dit is ook €7,99, een fotolijst. Maar het is natuurlijk prima te gebruiken voor een puzzellijst. En even kijken, dan zegt hij dat er twee zijn. Aan twee kanten zit. Dat is nog even lastiger. Want ik zie inderdaad dat er nog een zo eentje op zit. Ik weet niet of dat klopt. Ja, hier zie ik ook nog eentje. Ja, je ziet, dit gaat nog wel lastiger. Maar je ziet hier nog zo'n zwart dingetje. Dus je moet wel zorgen. Dat is dus die beschermlaag. Maar dat plastic vind je niet heel makkelijk. Zie, dat is de tweede. Oh, dan wordt hij wel heel mooi. Oh, dan wordt hij wel mooi. Ja, anders is hij ook erg mat, hoor. Kijk eens eventjes deze eraf. Zo, kijk. Wow, dit is nou wel een hele mooie. Zacht plastic. Nou ja, hard plastic. Flexibel plastic. Dat is hem eigenlijk. En ik ga hier straks een puzzel inleggen van 1000 stukjes. En ik denk dat ik deze, even zien, zo ga gebruiken. Zo erin leggen. En dan komt deze erop. Dan komt natuurlijk straks de puzzel er ook in. Kijk, en dan gebruik ik dat witte papier een beetje als achtergrond ook. Zo komt hij dan een beetje. Kijk, hier komt de puzzel wel over, hier komt de puzzel over en hier. Dus ik denk dat ik dat prima kan gebruiken. Oké, dat is hoe de puzzellijst van IKEA eruit ziet. Ik ga in een volgende video laten zien hoe je de puzzel hierin krijgt.